Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met... Dominee Nico Katsburg uit Lelystad over zijn boek Wolven in de Kerk. Christelijk leiderschap in crisis. Goedemorgen. Morgen. Welkom bij het gesprek. Ja, in het boek worden conflicten in de kerken beschreven en hoe predikanten daar het slachtoffer van zijn. Het begint met een verhaal over een predikantspaar dat wordt ontslagen. En daar komen ze achter door een mail die bij hen in de inbox komt. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. En daar wordt door gemeenteleden besproken. En dan zie je roddel, machtsmisbruik, achterklap. En als je dat dan leest, dan denk je, hoe kan dit nou juist in een kerk? Heeft u antwoord erop gekregen? Want u heeft er veel van onderzocht. Nou, dat kan. Je hebt het over machtsmisbruik. Eigenlijk gaat het daarover, hè? Maar hoe het echt voor elkaar wordt gebracht, dat het is onbegrijpelijk. Ja, vindt u het gek als wij dat zeggen? Juist in een kerk verwacht je dat niet? Nou, dat vind ik wel begrijpelijk dat jullie dat zeggen. Je zou daar verwachten dat mensen eenzelfde doel hebben, eenzelfde God hebben, zeg maar. En dus ja, in die zin goed met elkaar proberen om te gaan. En dat vinden sommigen toch wel lastig om dat te doen. Ja. Schijnbaar. Waarom heeft u dit boek geschreven? Nou, ik heb het zelf ervaren. En met de collega die, waar ik het mee heb geschreven, die heeft, is door hetzelfde heen gegaan. En naast ben ik in 2012 een stichting al begonnen. Al voordat ik zelf die problemen kende, zeg maar. Voor de opvang van predikanten. En dat kwam eigenlijk door een verhaal van een collega die zoveel onder druk stond dat hij eigenlijk zelfmoord wilde plegen. Zo, pardon. En wat is dat dan voor stichting? Dat is Stichting Room to See. En ja, wat we eigenlijk doen is een soort klankbord zijn voor mensen. Dus we gaan niet alles oplossen, maar we luisteren naar hun verhaal en proberen daar pastoraal op in te steken. Ja, heel veel voorbeelden in uw boek. Uit welke kerken komen nou de meeste voorbeelden? Het meest uit de evangelische hoek, zeg maar. Maar ook aardig nog wat uit de PKN-hoek. Zeg maar. Ja. Vooral evangelisch? Ja. Hoe kan dat? Nou, dat is onze eigen achtergrond natuurlijk. En ja, de evangelische wereld, daar gebeurt er eigenlijk heel veel op dit gebied. Ja, wat niet positief is. Oké, maar hoe kan het dat het bij die evangelische dan nog weer meer gebeurt dan bij de PKN? Dat heeft te maken met regelgeving, denk ik. Binnen de PKN heb je bijvoorbeeld hele goede regelgeving om hoe je met arbeidssituaties omgaat. En die heb je binnen de evangelische wereld eigenlijk niet of nagenoeg niet. Er zijn wel kerken die dat zelf hebben opgesteld, maar er is niet een overkoepelend orgaan wat dat goed regelt. Dus okay. Bij PKN heb je bijvoorbeeld een nette CAO? Ja. Ja. Nu zei u zojuist, ja, het is mijzelf ook overkomen. Hè, toen we vroegen naar de reden van het schrijven van het boek. Wat is u precies overkomen? Wat is er gebeurd? Nou ja, het had te maken met het feit dat wij starten in een andere gemeente. En daarvoor moesten we verhuizen. En we waren na een half jaar, we hadden eerst nog in onze oude woonplaats gewoond. En na een half jaar waren we verhuisd. En na het weekend dat we waren verhuisd, stond iemand voor de deur van, ja, preken bevallen niet en weet ik veel wat. Maar achteraf blijkt dat er een hele groep mensen was die gewoon geen predikant wilden. Nou, wat wilden ze dan? Ja, zij wilden mensen af en toe inhuren ergens voor, zeg maar. Oh ja, losvast. Ja. Oh. En een eigen predikant wilden ze niet, terwijl de kerkenraad dat wel wilde. En de gemeente ervoor had gestemd. Mm-hmm. Maar dat was een nogal invloedrijke groep die dat niet wilde. En die werd steeds groter ook? Nou, die zorgde wel voor dat er een soort olievlekwerking was, ja. Ja, ja. Dus, het was een ingroep en die begon de rest van de gemeente te beïnvloeden, ja. Maar dat lees ik vaker in uw boek, dat een groepje of een clubje of een paar mensen buiten de gemeenteraad, die dan vrij invloedrijk schijnen te zijn, ja, die beginnen te muiten. Ja, is dat het, ja, patroon? Dat is meestal het patroon. Niet altijd, maar meestal wel. Ja. Oké, en in uw geval bent u met die mensen in gesprek gegaan van, goh jongens, ik kom dit hier doen. Laten we het nou met elkaar proberen. We zitten hier voor dezelfde zaak. Ja, zo'n soort gesprek heb ik wel gehad. Ja, met in ieder geval een enkeling uit die groep. Maar ja. Dat hielp niet. Nou ja, ze hebben een ander idee. Hoe lang is dit geleden? Is dit 3 jaar geleden, denk ik. Heeft u er nog last van? Nou, soms. Maar het meeste is wel verwerkt. Maar soms moet ik nog wel zeggen dat ik bepaalde reacties van mensen, dat ik dan wel denk van, oké, wacht eventjes. Ja, en dan ga ik naar de statistieken in uw boek. En daarin staat dan, u bent niet de enige. 4 à 5 van de 10 dominees die denken, het is een mooi vak, maar eigenlijk heb ik te veel te doen en te veel gedoe. Ja, klopt. Ja. Schrok u ook van dat getal? Nou, we hadden eigenlijk het vermoeden dat het zo zou zijn.
Dus we schrokken niet. Het werd bevestigd door een enquête. Ja, maar het verbaast ons wel dat we steeds weer werden bevestigd, zeg maar, door de enquête heen. En het interessante is, het waren eigenlijk allemaal nog predikanten die in hun bediening staan, zeg maar. En wij hadden eigenlijk gehoopt meer predikanten te kunnen aanschrijven, of in ieder geval reacties te krijgen die eruit uit hun bediening waren. Maar dat waren er maar een paar. Okay. Oh. Wat is dan de bron van die conflicten? Waar komt dat vandaan? Is het, verwachten mensen te veel van zo'n predikant? Is het schaap met de vijf poten? Is dat het? Of is er meer? Nou, we hebben het in het begin hebben het er al een beetje over gehad, maar ik denk dat het voornamelijk machtsmisbruik is. Mensen hebben een bepaalde positie, er is een status quo. En een nieuw persoon die erin komt, kan dat doorbreken. Zonder dat je dat zelf nou wil, maar je doorbreekt het alleen al doordat je nieuw bent. En als je dan niet helemaal uitvoert zoals anderen dat willen, en dat zien we vaak in de verhalen terugkomen, er wordt een hoepel voorgehouden en dan moet je doorheen springen. Mm-hmm. En als je anders wil springen, dan klopt dat niet. Hè? Of als je misschien niet wil springen, maar denk ik, kan er ook wel omheen. Ja, en daar houden mensen niet van. Lukt het om dingen op te lossen? Want even terug naar uw voorbeeld. U bent uiteindelijk ontslagen. Mm-hmm. Maar lukt het meestal wel om er toch uit te komen met elkaar, of heel vaak ook niet? Zelden. Ja. Zelden? Ja, de... Weer daar in de traditionele kerken is dat beter georganiseerd. Dus daar komt het beter voor elkaar. Maar binnen de evangelische charismatische hoek is dat gewoon slechter. Ja. Als dat zo slecht geregeld is, dan ga je naar een volgende en dan kun je weer hetzelfde meemaken. Dat is mogelijk, ja. Ja, maar los van de regels. Wat ik echt oprecht niet snap, is dat... want andere gemeenteleden die zien dat toch ook gebeuren... Mm-hmm. Dat je jezelf eens achter de oren krabt van... ja jongens, maar zo gaan we toch niet met elkaar om? Dat is toch niet de bedoeling van wat we hier met elkaar als kerk aan het doen zijn? Dat gebeurt wel eens. Er zijn kerken die dat wel, maar meestal niet. Nee, hè? Nee, want er is een status quo. Er is een soort machtsvacuum, zeg maar, in zo'n gemeente. En door dat machtsvacuum, die mensen die in die positie zitten... die willen dat houden. Ja. Als dat zo werkt in een gemeente, en we zien juist vaak dat bepaalde gemeentes een soort draaideurcriminelen zijn. Steeds weer opnieuw dat het voorkomt. Ja, en dan slijten ze predikant naar predikant. U zegt in uw boek, er moet landelijke hulp voorkomen. Is dat uw stichting of mag het ook op een andere manier? Nee, liefst op andere manieren. Ik ben een stichting en vorm dat met een paar mensen. Ja. Maar ik hoop dat, en daarvoor hebben we het boek ook geschreven... dat kerkgenootschappen dit gaan oppakken en zeggen van... hey, hier moet wat gebeuren, hier willen we wat aan gaan doen. Ja, want achter in uw boek heeft u een paar tips... en die tips komen eigenlijk van Paulus uit het Nieuwe Testament. Wat haalt u daaruit wat van nut kan zijn voor de kerkgemeenschappen? Nou, als je het over Paulus hebt, dan heeft hij natuurlijk nogal veel geschreven. Ja, maar Paulus heeft brieven geschreven aan die kleine kerkgemeenschappen... In de begintijd, hè? Ja, en daar staat nogal vrij veel in. Ja, maar het belangrijkste. Het allerbelangrijkste gaat over omgang met elkaar. Als je Paulus volgt, dan heeft dit altijd van... hoe staan we in de gemeente ten opzichte van elkaar? En ook Petrus trouwens, hoor, die schrijft er ook over. En dat het gaat naar elkaar omzien, hè? Dat belangrijke dingen zijn. En dat je er voor elkaar bent. En dat de ander hoger acht dan jezelf... Nou, in die soort situaties waar we net over hebben, daar gaat het daar niet over. Dan gaat het over wie is nu degene die het bepaalt. Ja. Zou je dan als kerk een soort bemiddelaar in dienst kunnen nemen? Of in dienst kunnen nemen waar je een beroep op kunt doen bij een conflict? Een onafhankelijk iemand? Dat wordt gedaan. Maar de bemiddelaar wordt meestal betaald vanuit een gemeente. Mm-hmm. En de bemiddelaar heeft meestal zijn beroep ervan gemaakt van dat bemiddelen. Ja, dan krijg je... Dus in die zin is je ook weer afhankelijk. Ja. En te koop. Ja. Sorry? Te koop? Zo'n bemiddelaar? Moet nou, dat zal hij niet zeggen. Maar helaas gebeurt dat wel eens. Ja, nogal eens, ja. Trieste constatering in uw boek... Wolven in de kerk, christelijke leiderschap in crisis. Nico Kalsberg, dank voor dit gesprek.